Afscheid nemen doet soms pijn. En nou zeg ik dat wel vaker bij het afscheid nemen van een duurtester. Maar zelden was het zo waar als bij het afscheid van deze Honda Civic. Want dit is waarschijnlijk een van de meest geliefde duurtesters aller tijden. Ja, en wat maakt de Honda Civic dan zo'n geliefde duurtester? Nou, het is eigenlijk een combinatie van feiten die allemaal zeer hoog in het C-segment zijn aangeschreven. Hij is ruim, je kan er echt prima mee met een heel gezin op vakantie. Het onderstel is waanzinnig goed uitgebalanceerd, hij is lekker comfortabel. Maar, en dat is best opmerkelijk voor een hybride, hij staat op Michelin Pilot Sport 4 banden. Dus hij heeft gewoon enorm veel grip als het er echt om gaat. De balans is goed, hij heeft een lange wielbasis, dat helpt ook weer bij dat comfort en bij de ruimte op de achterbank. Het infotainment systeem is simpel en dat betekent het ziet er niet zo heel mooi uit. Maar het werkt wel gewoon altijd en het is ook gewoon logisch te doorgronden. En dit is echt zo'n auto, je stapt erin en ook al heb je er een maand niet in gereden, je bent meteen gewoon weer thuis. Zitpositie is gewoon heerlijk, besturing is goed, alles in deze auto is gewoon fijn, lekker. Daarbij is het een Honda, dat betekent het zit goed in elkaar. Dus de hele duurtestperiode geen rammeltjes, geen kraakjes. Zoals ik al zei, het infotainment systeem werkt gewoon altijd. Het is, nou ja, een Honda. Het blijft gewoon allemaal helemaal heel. En we hebben er best een aantal dingen mee gedaan. We zijn begonnen met de stamboom van de Civic een beetje te onderzoeken. En er zijn best wel wat generaties Civic geweest. Een beetje afhankelijk van waar je gaat tellen is dit geloof ik de 11e of de 12e generatie. Dus we hebben een aantal voorgangers erbij gehaald. Om eens te kijken hoe de evolutie geweest is. Want ja, sinds het ruimteschip en de aanverwante Civic Hybrid is er nooit meer een Civic geweest die zo verschrikkelijk veel gevraagd werd als deze. En als je dan al die Civics op rij ziet, dan zie je ook wel dat het model is inmiddels wel wat hoger in de markt dan waar het ooit begonnen is. En dat is dan wel heel grappig om te zien. We zijn er ook mee naar Engeland geweest, naar de fabriek waar voorgaande generatie Civic voor Europa werden gebouwd in Swindon. Maar die fabriek heeft Honda inmiddels laten gaan en dat terrein is nu echt, het is een beetje spookachtig eigenlijk, want de rotondes bij de Noord- en de Zuidpoort die heten nog steeds Honda North en Honda South. Maar het terrein zelf is gewoon ja, een enorm fabrieksterrein wat helemaal braak ligt. Er staan betonblokken voor de deur. Ik heb het verhaal zelf gemaakt. Best opmerkelijk, heel veel Japanse fabrikanten zijn in verband met allemaal importheffingen. Die zijn allemaal in Europa gaan produceren, specifiek in Engeland. Waar de noodlijdende Britse auto-industrie een hoop hoogopgeleide werkers hadden die dat werk konden doen. Maar ja, sinds Brexit en de economische crisis en het feit dat Europa als automarkt ook steeds wat minder belangrijk is geworden, heeft Honda dat inmiddels verlaten. En daar zijn ze in Swindon, ze hebben er wel een mening over. En dat terrein ligt, zoals ik zei, braak. Ik dacht, dan ga ik even snel een fotootje maken. Dus ik reed naar de gesloten fabriekspoort. Alle bellen gingen af, letterlijk. Lampen, bellen. En binnen, ik denk 20 seconden stonden de twee bewakers voor mijn neus. Dus wat ze daar nu precies doen, ik weet het niet. Maar ze bouwden geen hondatjes meer. Ze zijn ook niet heel blij om ze te zien. Dus dat werd nog een interessant verhaal. Dan hebben we er ook nog een vergelijkende test meegemaakt met de Volkswagen Golf. En ja, om nog maar eens aan te tonen hoe goed deze Civic is, dat won die gewoon glansrijk. Vooral op ruimte en prijs, want dat is niet eens zo'n hele dure aanbieding. Als je hem in ieder geval kan krijgen, want de productie is zoals gezegd nog wel een dingetje. Maar mocht je er eentje kunnen bemachtigen, misschien een jong gebruikte, ik zou zeggen doe het. Want je hebt echt een van de allerbeste C-segmenters die je nu nieuw in de markt kan kopen.